Goedemorgen, u kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza.nl Bewolking vanuit het noorden bereikt geleidelijk ons land. In het zuiden van het land zullen dat voornamelijk sluierwolken zijn, maar in het noorden is de bewolking wat dikker en zelfs een enkel spatje regen is niet helemaal uit te sluiten. Daardoor blijft de temperatuur in het noorden wel wat achter, met 21 of 22 graden is het daar iets koeler. In het zuiden van het land blijft het vooral zonnig en wordt het met 29 of lokaal 30 graden opnieuw tropisch warm. De noordenwind is matig, bovenland windkracht 3 en aan zee windkracht 4. Vanavond blijft het dan nog lang warm. In het noorden is het wat koeler met 15 graden, maar in het zuiden blijft het tot halverwege de avond toch zomers warm. Morgen is de warmte dan op veel plaatsen weer terug, 24 tot 30 graden. Dan ook weer een wat drogere oostenwind en hebben we op veel plaatsen iets meer zonneschijn, met name in het noorden meer zon dan vandaag. De oostenwind is bovenland zwak en aan zee eventjes matig en een zeewind is ook niet helemaal uitgesloten. De komende dagen neemt dan de wisselvalligheid iets toe. Donderdag in het uiterste oosten, misschien een enkele regen of onweersbui. Dan ook nog altijd lokaal tropisch warm. Vanaf vrijdag wordt het beduidend koeler. En ook zaterdag is het koeler en kan er een enkele bui vallen. Mijn naam is Wilfred Janssen voor weerplaza.nl.